Hallo en welkom bij onze volgende Pieterpad-expeditie. Wij zijn Ron en Diana van Verhalen van Nederland. We starten vandaag met etappe 4 en verlaten Zuid-Laren. Via het stroomgebied van de Drentse A reizen we naar Rolde. In Zuid-Laren bezoeken we het bijzondere Dennenoord, waar al sinds de 19e eeuw mensen in de geestelijke gezondheidszorg behandeld worden. In Schipborg beklimmen we de Kimmelsberg om bovenop te genieten van het mooie uitzicht op de Drentse A. Op het Ballowerveld ontdekken we een onverwacht archeologisch monument. En tenslotte vertelt de eigenaar van het Bed and Breakfast, het Hunebed in Rolde, waarom het zo leuk is om elke keer weer nieuwe gasten te ontvangen. Wil je de volgende etappe weer meerijden? Klik dan op abonneren. Dan hoef je niks te missen. Goedemorgen Diana, wat ben je aan het doen? Goedemorgen. Nou, ik heb de stenen die ik afgelopen tijd heb gemaakt even uitgestald. En ik weet eigenlijk niet zo goed welke ik mee moet nemen. Zo, dat zijn er nogal wat zeg. Ja, ik heb er uiteindelijk natuurlijk veel meer gemaakt. Maar ja, dus je moet ze ook weer wegleggen. Wauw. En nou ja, ik dacht zo, dan kan jij ze ook eens een keertje zien voordat ik ze wegleg, zeg maar. Ja, maar ze worden ook steeds mooier. Dit is kunst, hier. Dankjewel. Kijk nou, een giraffe, die is hartstikke leuk. Ja. De eerste steentjes waren beschilderd, maar dit is gewoon, kijk nou, dag en nacht. Wauw. En grappig hè, die blijven ook leuk. M&M's, hoe kom je erop? Nou ja, het is niet allemaal zelf verzonnen, maar wel allemaal zelf gemaakt. En soms een beetje mijn eigen twister aangegeven. Oh, deze is ook mooi. Kijk eens hoe fijn. Kijk eens hoe... Wauw, dat is een werk. Ja, dat duurt inderdaad even voordat je die af hebt. Maar goed, het hoeft ook allemaal niet in een kwartiertje af. Want ja, dan moet ik alweer aan mijn volgende steen beginnen. Kijk, zoiets bijvoorbeeld. Ja, dat heb ik natuurlijk niet zelf verzonnen. Maar natuurlijk wel zelf mijn eigen dorpje erop gezet. Ah ja. Ja, ja. Dus ja, een heleboel is niet zelf verzonnen. Oh, deze ook leuk. Kijk nou, een muis in de kaas. Jij bent als de kaas tussen de gaten. Ja, leuk zeg. Ja, dankjewel. Nou, dat was bij elkaar een hoop werk. Ja, dus daar gaan we weer een aantal van op pad in onze etappe die voor ons ligt. En ja, ik zou zeggen, als je er eentje vindt, laat het me weten. Dat vind ik natuurlijk leuk, om te weten waar die uithangt. Ik heb er niet heen. En wie weet wat voor avonturen ze gaan beleven, die stenen. Ja. Nou, ik vind dat iemand niet zomaar een steentje meer vindt, maar gewoon een klein kunstwerkje. Leuk om te bewaren of verderop neer te leggen. Ja, precies. En dan wie weet waar die terechtkomt. Leuk. Ja. Hoop werk. Gaan we echt nog even aandacht aan geven. Ja, leuk. We gaan gewoon een beetje hint geven waar ze neergelegd zijn. Oh ja, dat kan ook. Ja. En dan op zoek. Oké. Nou, succes bij uitzoeken. Ja, ik ga even selecteren. Oké. We gaan een paar dagen weg, kan je het zien? Ja, het lijkt wel of we de hele straat meenemen. Aan voorraad. Gewoon mensen die gaan gewoon 14 dagen met vliegtuigen, die nemen één koffietje mee. Ja. Wij gaan 5 dagen en we nemen een heel huishouden mee. Ja, ja, nou ja. Nou ja, dit wordt onze derde expeditie. 5 dagen. 5 dagen op pad. We gaan etappe 4 en 5 doen. Hopen we in die 5 dagen. Ja, dat moet je wel meenemen. Ja, je kan niet zonder. Voor de 4 nachten, ja. Dus van alles en nog wat kleren, wat te eten, een hele doos met stenen. We sjouwen altijd stenen mee. Ja. Dat zijn de stenen van Diana. De stenen gaan ook mee.
Ja, en camera's. Ik wou zeggen, alles wat we nodig hebben voor de film. Ja, dus we zijn aardig bepakt en bezakt. Alle apparatuur, standaard. Ja, mooi. Rugzak, allerlei soorten jacks, bodywarmers, t-shirts. Want het is wel Nederland en we weten niet wat voor weer we tegenkomen. Sterker nog, het weer wat we nu hebben, ik weet niet of je het ziet aan de auto, is nogal nat. Dus nou ja, we moeten natuurlijk nog een stukje rijden om er te komen. Dus hopelijk wordt het in de tussentijd wat droger. Zuid-Laren was heel lang voor de Groningers synoniem voor het gekkenhuis. Als je vertelde dat je even naar Zuid-Laren ging, dan kreeg je meestal als antwoord: kijk maar uit dat ze je er niet vasthouden. Dit komt doordat Zuid-Laren sinds het einde van de 19e eeuw het gesticht Dennenoord binnen haar grenzen heeft. In 1895 kocht de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland een stuk dennenbos bij Zuid-Laren. Hierop werd een gesticht gebouwd met 4 paviljoens. In dit gesticht werden mensen verzorgd die gedwongen waren opgenomen vanwege psychische problemen. Dennenoord ligt tussen het centrum van Zuid-Laren en de woonwijk West-Laren. Het vormt een dorp op zich, met een oppervlakte van 90 hectare. Het geheel is ruim opgezet met veel parkachtig groen tussen de verschillende gebouwen. Dennenoord was opgezet als een gesloten inrichting. Patiënten mochten het terrein niet verlaten. Er stonden daarom hoge hekken rond de gebouwen. De instelling was redelijk zelfvoorzienend met eigen werkplaatsen en het zelf verbouwen van groente en fruit en het houden van vee. Ook nu nog heeft het complex eigen voorzieningen, zoals een kerk, een watertoren, een hertenkamp en een gebouw met daarin onder andere een theater, een restaurant en een sportzaal. Gaandeweg groeide het uit tot een centrum met 18 paviljoens. Zo werd in 1935 het Noorder Sanatorium gebouwd als open instelling. Opvallend hierbij is dat patiënten zelf werden ingezet bij het bouwrijp maken van de grond, bij het graven van de grote vijver voor het pand. Zowel de gebouwen als de openbare omgeving zien er keurig onderhouden uit. Sinds 2007 is Dennenoord aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De functie van sommige gebouwen is ondertussen wel veranderd. Maar een groot aantal paviljoens is nog steeds in gebruik als GGZ-instelling. Het besloten karakter is al lang verleden tijd. Dennenoord geldt nu als een bijzondere woonwijk in Zuid-Laren. Het Pieterpad loopt ook over een deel van Dennenoord heen. In 2020 is begonnen met de verbouwing van het Noorder Sanatorium tot appartementencomplex. De projectontwikkelaar hanteert hierbij als motto: je moet wel gek zijn als je hier niet wilt wonen. We staan nog in Dennenoord, Zuid-Laren. Maar gaan zo direct rijden naar West-Laren. Vroeger een apart dorp. Ja. Tegenwoordig is het een woonwijk van Zuid-Laren. Ja. En dat is zo gekomen omdat? Nou ja, omdat ze bij de bouw van Dennenoord hier hadden ze ook wel afzonderlijke woonruimte nodig. Ik denk voor personeel en zo. En toen is eigenlijk het dorpje ontstaan, maar had toen nog niet eens die naam. Het had eigenlijk geen naam. En die hebben ze pas in de loop van de 20e eeuw bedacht. Nou ja, we hebben Noord-Laren, Mid-Laren, Zuid-Laren en dan noemen we dit West-Laren. Maar ondertussen dus ja, geïntegreerd in Zuid-Laren als een woonwijk. Precies. En wij gaan er even een kijkje nemen. Ja.
En de oorspronkelijke huizen zijn weg, hè. Er waren acht huizen die zijn weggehaald bij de aanleg van de N34. Die ook wel bekend staat als de Hunebed Highway. Kan je zien als je er overheen rijdt, er staan er borden Hunebed Highway. En die schijnen heel populair te zijn. Ja, het zijn speciale schildjes en die zitten boven de normale ANWB of bebording. En dat zijn speciale schildjes. En die zijn nogal populair. Dus die worden regelmatig genikt. Maar ze stonden er weer, hebben we gezien. Ja, dus, zeker. Ze komen ook nog in de video. Dus die meenemen, hè? Precies. Oké, dus we gaan even op pad. Even door Westlaarden, maar daar is verder niet zoveel te zien. En dan gaan we waarschijnlijk gelijk door naar Schipborg, de volgende plaats. Dus, tot dan. Tot straks. Westlaarden is een rustige woonwijk aan de westkant van Zuidlaarden. De meeste huizen en de infrastructuur zijn vooral in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw gebouwd. Om de infrastructuur te vervangen is gestart met het project Westlaarden klaar voor de toekomst. Zo wordt de riolering vervangen, komt er een nieuw netwerk van kabels en leidingen en wordt de openbare ruimte toekomstbestendig gemaakt. Ook Westlaarden is echter het slachtoffer van het overheidsbeleid met onhoudbare normen voor stikstof en klimaat en alle gevolgen die dat met zich meebrengt. De vernieuwingsprojecten liggen daarom voorlopig stil. De inwoners van Westlaarden moeten dus nog even wachten op hun toekomstbestendige toekomst. Aan het einde van de Schipborgerweg verlaten we Zuidlaarden via een viaduct onder de Hunebed Highway. Schipborg is een plaats in de gemeente A en Hunze in de provincie Drenthe. Het Pieterpad loopt langs het restaurant de Drentse A. Als je op de brug staat, dan zie je een pijlstok in het water staan. Als het waterpeil 2,40 meter of hoger aangeeft, dan is de doorgang verderop geblokkeerd. Je moet dan de alternatieve route aan de oostzijde van het Schipborgse Diep nemen. Oké, we zijn nu bij de Kimmelberg en wij zouden het beste vlogteam over de verhalen van Nederland niet zijn als wij niet die Kimmelberg opgaan.
Maar nou moet je wel weten, even persoonlijk detail, ik leid aan hartfalen. Dat wil zeggen dat traplopen, eigenlijk alles bergopwaarts, in dit geval letterlijk, kost mij nogal moeite. En dat uit zich in kortademigheid, waar ik nu al last van heb. Dus dat treedt heel snel op. Als ik daarbij dan ook nog moet praten, dan wordt het extra lastig. Maar wie mij een beetje kent, weet ook dat ik niet snel opgeef. En dus ben ik nu boven. Waar je daar dus ook weer met een paardje naar beneden kan. Dus je kan aan twee kanten hier de berg op. En je hebt dan eigenlijk wel heel mooi uitzicht over het Drentse landschap en de Drentse A. Meanderend water. Even een beetje inzoomen. Kijk, die loopt daar voorlangs en dan achter de auto's. Langs, zo achter de rij met bomen, verdwijnt hij helemaal uit ons zicht. Maar goed, ja, dat was dus even een persoonlijk detail. Ach, dan weet je het maar, hè? Ik ga nog even een steentje neerleggen, want die heb ik meegenomen. Dan zou je zeggen, ja, is toch allemaal extra bagage? Ja joh, wat ik zeg, we laten ons niet zomaar kennen. En ik heb een soort van slangenoog meegenomen. Daar ga je. Op avontuur. Goed. De Kimmelsberg is het hoogste punt in een stuifduincomplex dat is ontstaan op de overgang van de S van Schipburg en het beekdal van het Rentse A. Iedereen is het er wel over eens dat de Kimmelsberg een stuifduin is van opgewaaid zand. Maar er bestaan verschillende theorieën over het ontstaan van het stuifzand. Volgens de ene theorie werd in de 16e eeuw de route Koevoorde-Groningen druk gebruikt. Door de vele karresporen verdween de begroeiing, waarna de wind vrij spel kreeg met het zand. In een andere theorie is de Kimmelsberg veel ouder. Na de laatste ijstijd bleef een ruig landschap achter met hoogteverschillen van tientallen meters. In de eeuwen erna blies de wind de plooien van het dekzand glad. Aan de rand van het beekdal blies de wind het zand op tot hoge rivierduinen, zoals de Kimmelsberg. Een derde theorie gaat uit van menselijk ingrijpen door het steken van heideplaggen, waardoor de wind grip kreeg op het onderliggende zand. Tel eens, Ron, we zitten nu op de Kimmelberg. Berg. Ze gaan een berg in Nederland. Ja, precies. Ja. Nou, het is best wel leuk. We hebben een heel mooi uitzicht over het stroomgebied van de Drentse A. En het leuke van de Kimmelberg is eigenlijk gewoon een zandheuvel, voorbij zand. En die was al in de jaren 20 en 30 was die populair als toeristisch plek. Met name mensen. Ik zal hem wel een foto laten zien. We komen hier langs de weg met hun, ja, voor ons nu oldtimers, zeg maar. En zaten keurig in een zonnig pakje op de berg. En dat was al in de jaren 20 en 30. Maar toen werd dat zo druk dat de begroeiing van de berg, van de heuvel, eraan ging. En toen hebben ze alles beplant hier. Dus kon je eigenlijk niet meer echt op de berg. Zie je aan de bomen eromheen, zo groot zijn die nu. En een aantal jaar terug kon dat ook wel weer zonde. Want
kon niet eens meer zien dat er een berg was. Ze hebben het weer weggehaald. Nu kan je er weer zitten, hier. En geniet er wat uit. Dus we zijn weer terug naar de jaren 20 en 30. Terug naar de originele. Ja, alleen de weg is geasfalteerd, dus nou ja, dan wat anders natuurlijk. Een beetje gemoderniseerd. Maar het uitzicht is toch steeds. Precies. En dit is niet het originele Pieterpad. Dit stukje takje als er hoog water is. Pieterpad is loopt aan de andere kant. Die kan nog zien. Dat werd een rouwbeeld. Langs de bomenrij daar. In de verte. In de verte. Dat is eigenlijk waar de Pieterpadden nu lopen met laag water. Ja. Maar met hoog water kom je hier langs. Ja. Water staat nu op ongeveer 1,65. Ja. Dus dan kunnen ze daar prima langs lopen. We staan hier, we gasten. In het landschap van de Drentse Aal. En we waaien hier weg, man. Niet dat is niet normaal. Okay. Gasten, er is een klein dorpje. Opnieuw. Oké. Opnieuw. Gasteren. Ja. Even een korte video, want het waait hier enorm. Ja, ik hoop ook dat het goed te verstaan is. Gasteren. Dorpje van 400 inwoners in het gebied van de stroomgebied van de Drentse Aa. En er schijnt een karakteristiek Essendorpje te zijn. Een dorpje. Ja. En dat gaan we even onderzoeken. Dat willen we even kijken of dat herkenbaar is. Dus, nou, dat hebben we te doen. Was er nog iets? Als we niet wegwaaien, ja. Dan zien jullie dat. Aantekeningen waaien weg. Dus die houden we er even bij. Tot later! Gasteren staat bekend als typisch Brinkdorp. Als je, zoals wij, niet uit Drenthe komt, dan blijven de begrippen Esdorp en Brinkdorp een beetje vaag. Waaraan kun je als leek herkennen of iets een Brinkdorp is of niet? We gaan het onderzoeken. Hiervoor maken we gebruik van een schematische afbeelding. Een Brinkdorp ligt doorgaans op de grens van hoger gelegen gebied en het stroomgebied van een riviertje. Doordat het gebied hoger ligt, houden de bewoners droge voeten. In het midden van de afbeelding zie je de centraal gelegen brink, met daaromheen een rondweg en boerderijen die allemaal met hun schuur richting de rondweg zijn gebouwd. Via de rondweg kunnen de boeren eenvoudig met hun karren hun schuren bereiken. Vlak achter de boerderijen liggen de gordens, oftewel de moestuinen waar de bewoners van het dorp zelf hun groenten en aardappelen verbouwden. Iets verderop, op het hoger gelegen gebied, vind je de essen. Dat zijn akkers voor de teelt van de gewassen. Elke boer had op de es zijn eigen akkertje waarop hij rogge, gerst, haver of aardappelen verbouwde. Rondom de es stonden houtwallen. Die zorgden ervoor dat de herten, wilde zwijnen en konijnen de gewassen niet konden vertrappen of opeten. De natte gebieden langs het water werden gebruikt om koeien en paarden te laten grazen. Ook dienden ze als hooilanden, zodat zomers hooi geoogst kon worden voor de winter. Op de brink werden vroeger de markten gehouden en kwamen mensen bijeen om te vergaderen. De brink was ook de plek waar de boeren elke dag hun schapen naartoe brachten. Een herde nam de schaapskudde overdag mee via de schapendrift naar de heidevelden die buiten de houtwallen lagen. De schapen konden hier grazen. Tegen de avond bracht de herder de kudde terug naar de brink in het dorp en daar haalde elke boer zijn schapen weer op. Een brink had meestal een dobbe, een water waar het vee kon drinken. De turfwinning en houtkap in combinatie met de grazende schapen ontstond steeds meer heidegebied. De plaggen werden gebruikt in de schapenstallen. Samen met de uitwerpselen van de schapen werden deze gebruikt om de essen te bemesten. Door de eeuwen heen zijn de essen daarom hoger komen te liggen dan de omliggende gebieden. De wereld is ondertussen flink veranderd. Schapen spelen bijna geen rol meer
En door ruilverkaveling zijn de meeste kleine boerderijen verdwenen. Door moderniseringen zijn niet alle elementen van Brinkdorpen nog even goed te herkennen. Desondanks hebben we nu wel een beter idee waar we op moeten letten. We zijn aangekomen bij het Balenoorveld. En daar liggen stenen. En dan denk je, dat is zoiets als de hunnebedden. Nee, nee, nee. Stonehenge? Nee, ook niet. Dit is een aantal jaren geleden neergelegd als een zijnde een kunstvoorwerp. Dus wij gaan die kunst eens even van dichterbij bekijken. Heb jij hier nog iets over te vertellen, Ron? Ja, het is een baken voor de pieterpadlopers. En er staat ook aangegeven de afstanden die je nog moet afleggen van noord naar zuid of andersom. Dus het is wel speciaal voor pieterpadlopers hier neergelegd. Het is een mooi ding. Maar het is een cirkelvormig met een grote staander in het midden. Dus het is echt een cirkelvorm. Verhogen. Uitbreiden. Gaat het monument uitbreiden? Op hoop van zegen. Ja. Hopelijk gaat het niet harder waaien. Voor de eerlijke winter. In een klein stukje bos in Rolde ligt de Balenoorkuil. Het is een cirkelvormige zandwal, zodat het midden op een diepe kuil lijkt. Lange tijd behoorde de Balenoorkuil tot de beroemdste historische bezienswaardigheden in Drenthe. Talloze toeristen, geschiedkundigen en hoogwaardigheidsbekleders bezochten deze kuil. Volgens oude verhalen had deze plek eeuwenlang een hoofdrol gespeeld in de religie, de rechtspraak en het bestuur van Drenthe. In Drentse volksverhalen wordt verteld dat de Balenoorkuil in de oertijd een heilige plek was. Germaanse priesters uit de verre omgeving kwamen daar samen, onder meer om de oppergod Wodan te aanbidden. Ze zouden er ook allerlei rituelen hebben beoefend, waarmee ze raadgevingen en toekomstvoorspellingen van de goden probeerden te verkrijgen. Met de komst van het christendom
verdween de verafgoding van andere goden. De Ballowerkuil werd sindsdien niet meer gebruikt voor grote religieuze rituelen. Toch bleef men die locatie volgens de volksverhalen nog wel eeuwenlang gebruiken voor rechtspraak en bestuur. Minstens één keer per jaar zou de zogenaamde Edstoel, het toenmalige bestuur van Drenthe, samen zijn gekomen voor een grote openbare rechtszitting. De oplopende zijkanten van de Ballowerkuil zouden daarbij gebruikt zijn als een publieke tribune, waarop belangstellenden uit de streek die rechtszitting konden volgen. De historische hype over de Ballowerkuil kwam in de 19e eeuw. In Drenthe werd de Ballowerkuil een geliefd onderwerp voor geromantiseerde verhalen. Het werd gepresenteerd als een heilige plek die mogelijk duizenden jaren het religieuze en bestuurlijke middelpunt was geweest van Drenthe en verder omgeving. Drentse notabelen gingen zich in de 19e eeuw ook inzetten voor het behoud van deze historische kuil. Men haalde de provinciale overheid over om de kuil en het omringende bos te kopen en het te benoemen tot een beschermd historisch monument. De Ballowerkuil groeide op den duur uit tot een van de beroemdste toeristische trekpleisters van Drenthe. Wie deze provincie bezocht, moest twee dingen zeker zien: de hunebedden en de Ballowerkuil. Toen in 1895 koningin Regentes Emma en haar dochter prinses Wilhelmina een bezoek aan Drenthe brachten, was het ook vanzelfsprekend dat zij de Ballowerkuil zouden bezoeken. Ondanks alle faam als historisch monument zijn er altijd twijfels geweest over de werkelijke historische waarde van deze locatie. Sommigen twijfelden aan de waarheid van de romantische verhalen, terwijl anderen twijfelden over de juistheid van de locatie. Desondanks bleef het een symbool van Drentse historische trots. De vergaderzaal van het nieuwe provinciehuis in Assen is in 1973 qua vorm geïnspireerd door de Ballowerkuil. Men beschouwde de vroegere bijeenkomsten in die kuil namelijk als de historische oorsprong van de Drentse democratie. Uiteindelijk bleken de twijfels gerechtvaardigd. In de jaren 80 van de 20e eeuw werd bij grondonderzoek vastgesteld dat de Ballowerkuil inderdaad niet een stokoude kuil was die al in de prehistorie gebruikt kon zijn. Ook zijn er op die plek of in de directe omgeving geen grote archeologische vondsten gedaan die zouden kunnen bewijzen dat de locatie eeuwenlang gebruikt is voor rechtspraak, bestuur en religieuze rituelen. Zijn alle verhalen over de Ballowerkuil pure fictie? Sommige mensen blijven hardnekkig geloven dat de oude verhalen merendeels wel waar zijn, maar dat men zich in de 19e eeuw heeft vergist en de verkeerde locatie toen benoemd heeft tot de officiële Ballowerkuil. Op een andere plek in de omgeving zou zich volgens hen wel de werkelijke Ballowerkuil bevinden. Er zijn hiervoor diverse alternatieve locaties aangewezen, maar ook daar zijn geen harde bewijzen gevonden die de grote mythes over de Ballowerkuil konden bewijzen. Hoe dan ook, de Ballowerkuil is een echt verhaal van Nederland. Onze Pieterpad-expedities duren altijd 5 dagen. Voor de overnachtingen zoeken we daarom altijd een bed en breakfast. Deze keer overnachten we bij het zeer luxe bed en breakfast, het Hunebed in Rolde. Wie ben je? Nou, ik ben Bert Stuus en sinds 3,5 jaar woon ik hier in het mooie Rolde, Drentse Rolde. En sinds 2 jaar heb ik dus PNB het Hunebed in Rolde. Eigenlijk is het een beetje als hobby geboren eigenlijk van nou, wat moet ik doen op mijn oude dag?
ik dacht, weet je wel, een BNB lijkt me leuk. Een beetje ingericht en alles een beetje op papier gezet. Maar ja, het werd direct geen hobby meer, maar het werd echt wel dat het heel druk was. En het mooiste is daarvoor dat ik dus weet je, de mensen kan helpen. De mensen een leuke avond geven of een leuk verblijf kunnen geven met mooi ontbijt. En dat is gewoon heel leuk. Ik zou op dit moment is het echt heel succesvol. En wat ik dus merk, dat er dus heel veel pieterpadlopers komen. En met hun eigen verhaal, wat ze onderweg beleefd hebben, waar ze naartoe gaan. En ze zijn gewoon hele leuke mensen waar je mee omgaat. Heel eenvoudig, dus dat ze het wandelen leuk vinden, in de natuur leuk vinden. En ja, en je kan ook wat terug doen, vertellen over rolde, hoe het is. En met adviezen kunnen geven, dat moet je zien, dat moet je zien. Het is gewoon leuk. En je hebt gewoon een hele speciale band met heel veel pieterpadlopers eigenlijk. Ja? Met allemaal hun eigen verhaal. Je hebt ook service, hè? Brengservice, zei je helemaal. Ja, natuurlijk. Kijk, en dat zeg ik ook, heb je misschien al gelezen in het gastenboek. Ik wil alles doen voor onze gasten. Het moet zo goed mogelijk zijn. En ik vind dat ze met goed gevoel naar huis gaan. Dat vind ik mooi. Naar het gastenboek, daar vind ik trots op. Hey, ik moest kijken. Hè? Wij hebben weer wat gedaan voor de mens en dat vind ik gewoon heel leuk. En laatst was er dus bij een gast en die bellen me op van, hey, de koffers komen eraan. Dan weet je dat even, maar wij komen eind van de middag. En er werd ook de vraag gesteld van, kun jij de koffers tegen een geringe vergoeding en dan naar het volgende punt brengen? Ik zei, nou, één ding, ik zit er goed. Dus dan breng ik gewoon die koffers gewoon daarheen. Weet je, dat vind ik gewoon liefde, dat is gewoon mooi. Zo'n, ja. Dat is onze passie trouwens ook wel. Ja. Ik bedoel, Lisette ook en ik, we doen samen dit, we doen samen dat. Nou, we zitten nu ook lekker aan de koffie. Maar als het zo loopt met onze gasten, nou, dan gaan we ook samen een kop koffie of samen een biertje, wat er nog wat vaak voorkomt. En dat is gewoon heel leuk. Ja. In de volgende video bekijken we in de kerk van Rolde de mooie gebrandschilderde ramen, waarin veel Drentse historie terug te vinden is. Vlak naast de kerk liggen twee hunebedden, maar misschien is de boom ernaast nog wel opmerkelijker. Door monumentale boerderijen in anderen lijkt het wel of de tijd er heeft stilgestaan. En in Schoonlo zoeken we uit waarom de steen des aanstoots een prominente plek midden in het dorp heeft gekregen. Dat was het weer voor deze keer. We hebben veel plezier gehad met het maken van deze video. Vond je het ook leuk om te kijken? Geef dan even een like, abonneer je op ons kanaal of druk op de bel, zodat je onze volgende video niet hoeft te missen. Wij springen weer in ons autootje op weg naar de volgende klus. Volgende keer mag je weer meerijden. Tot ziens!